Brikje Brik. Welkom allemaal. Hi. Nice to meet you. Even om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Ting. Ik ben een Neo Soul Filipino highlighter uit Rotterdam. Normaal zing ik eigenlijk in front of a crowd, maar voor het eerst host ik voor de Poetry Slam. So I'm very excited to experience this right now with you guys. Speaking of first, wie is hier voor het eerst bij de Poetry Slam? Oh, wow. Oké. Dan, how do you say that? I'm gonna walk you through it, zeg maar, van wat er allemaal gaat gebeuren. Alrighty. Dus elke slam voorronde kent 3 rondes. Die vinden dus op dezelfde avond plaats. Ronde 1, alle 8 deelnemers. But tonight, it's gonna be 7. Eentje heeft helaas afgezegd. Even kijken. Deelnemers krijgen 3 minuten met 30 seconden uitloop. De tijd gaat in wanneer de deelnemers contact maken met jullie en onze kijkers. At home, want we worden ook gelivestreamd as we speak. Even kijken. Na 3 minuten klinkt een belletje en draait de DJ de muziek in. De microfoon gaat dan... Thank you. De microfoon gaat dan ook echt uit. Wanneer de deelnemer doorpraat, krijgt deze strafpunten. Strafpunten zijn 2 stemmen afgehaald voor elke 5 seconden. So, stay in the zone. Het publiek, that's you guys. Dat is onze jury. Oh, that's okay. Om de winnaar te bepalen, maken we gebruik van fiches. Als ik het goed heb, hebben jullie allemaal 3 fiches? Oh, sorry. Die delen we uit nadat de ronde afgelopen is. Sorry. Even kijken. In de pauze tussen de rondes kun je deze fiche in 1 van de potjes stoppen. Elke kandidaat heeft een potje. 1 fiche per ronde. Na afloop van de ronde geeft de expert, hello, alle 8 deelnemers een korte feedback. Oké, wie is onze expert? Mark Bonin Sanya. Mark is dichter, schrijver, freelance journalist, muzikant, kunstenaar en podcastmaker. Hij heeft 3 dichtbundels uit op zijn naam Levensink, 6, sorry for my language, Motherfucking 2, De Hemel voor Ongelovigen en een poëziealbum uitgebracht De Hemel voor Ongelovigen. Mark schrijft en of heeft geschreven voor In de Hekken, Vice Sports, Hand in Hand, Gers Magazine, Smaak Mag, Onze Haven, Noisy, De Havenloods. Verder heeft hij meegewerkt aan de videoclip Ain't No Grave van Johnny Cash. Stond hij met de Ierse theatergroep Magnas meerdere malen in het voorprogramma van U2. En is hij een graag geziene gast bij Power News en andere talkshows als voormalig talkshow M, Bo, Huberto en Spijkers met Koppen. Geef even een applaus voor Mark. Hoor je me? Ja? Oké. Nou ja, ik ga eventjes, lees gewoon eventjes mijn briefje voor. Dat was een slim. Poëzie is voor mij het mooiste wat literatuur te bieden heeft. Met zo weinig mogelijk woorden vertel je een verhaal waar anderen een boek voor nodig hebben. Waar je in het begin je gedicht makkelijk opschrijft, gaat het later steeds moeilijker. Waarom? Omdat je door verworven kennis ieder woord, iedere regelafbreking, iedere witregel, de vorm van je gedicht blijft overdenken. Poëzie schrijven wordt naarmate je het doet alleen maar moeilijker. Maar het blijft altijd het mooiste dat er is. Vergeet dat niet. Er zijn een paar tips die ik iedereen mee wil geven. Ik zeg dit nu. Ja, en het is eigenlijk voor iedereen die dit schrijft. Die schrijft. En dan hoef ik het daar allemaal niet meer te zeggen. Maar dit is gewoon het belangrijkste, vind ik. Wees origineel. Gebruik een ander metrum, een ander ritme dan wat gangbaar is. Gebruik andere onderwerpen dan anderen. Of probeer je onderwerp anders in te pakken. Poëzie,
Je raadt het niet, hoeft niet te rijmen. Probeer opsommingen zoveel mogelijk te vermijden. Behalve als het in dienst staat van je tekst. Blijf proberen, experimenteren en vind zo je eigen stem. Wees kritisch op jezelf, maar ook op anderen en leer ervan. Sta je niet blind op anderen. Vergeet niet dat alles poëzie is. Doe gek, leef je uit, domp je onder en vooral geniet. Veel succes! Nog één kleine weetje voordat we gaan beginnen. Poetry Slam heeft zeg maar daar bij de keuken, hebben ze dadels, mandarijntjes en wat kleine snacks voor de Ramadan. Die is gewoon gratis, kun je gewoon pakken en zo voor, you know, the spirits of Ramadan. So, even een applaus voor Poetry Slam voor... Alright, we gaan beginnen met de eerste... Sorry? Oh, telefoons op stil. Out of respect, thank you. Alright. Nou, voor de eerste ronde hebben we zeg maar Mary Jane Custina, ook wel Poem of a Heart uit Hoogvliet. Dus even kijken, ik ben een dichteres. Die veel schrijf vanuit het hart en voor mijn zoontje. Ook schrijf ik om verschillende situaties te kunnen aankaarten. En mensen bewust te maken. Soms is een beetje rauw, maar liefdevol. Schrijven is mijn passie, mijn zoontje mijn grootste inspiratiebron. Slechts één geluid, één stem die het verhalen komt. De eerste...